Hallo allemaal. Welkom bij de Kleine Groene Planeet. En ik ga vandaag... het is in de stijl van Marie Kondo, maar ik vermoed dat er bijna niks weggaat. Omdat ik dit vlak voordat ik verhuisd ben ook heb gedaan. Want het midden dat alle stapels een puinhoop waren. En ik dacht, ik neem jullie mee in het opruimen. Dus laten we beginnen. Ik heb hier... bijna alles verzameld. Het enige, ik heb boven een kledingstang hangen. Daar hangen mijn zelfgemaakte jurken en blouse aan. En in de gangkast hangen mijn dikke truien en vesten. Maar het zijn er niet zoveel. Ik heb denk 3 vesten. En een trui. En een pak heb ik ook nog. Die hangt daar ook. Maar laten we hier beginnen. Ik heb hier een grote berg gemaakt. Dit zijn al mijn kleren. Verder, jullie hebben in een video wel eens onze kledingkast gezien. Die deden we met z'n tweeën, dus buiten wat er in de gangkast hangt. En het past prima. Alleen soms worden stapels een beetje een rommel. Dus ik ga dingen opnieuw netjes opvouwen. Deze broek ben ik uitgescheurd op mijn werk, maar ik wil deze bewaren om uit elkaar te halen om een patroon van te maken. Dus die mag blijven. Dan heb ik hier een legging. Gewoon een zwarte legging. Deze is van Black Milk. Ik heb er 2. Eén van de 2 is heel oud. En de andere is iets minder oud. Ik heb hier een rokje. Dit is echt een zomerrokje. Dus ik denk dat ik onder in de kast een aparte stapel maak. Voor nu, voor zomerkleren. Dus die je eigenlijk op dit moment niet aan hebt. Dan, dat geldt hier ook voor. Dit is een crop top. Die heb ik ooit gekocht voor bij een rokje. Ik vind het wel een leuk stofje. Die gaat ook op de zomerstapel. Dit shirt, ja. Het is wel een heel leuk shirt, maar het is wel gewoon een beetje smoezelig. Laten we beginnen met hem in de was doen. Korte broek. Wederom. Zomerkleedje. Hier een Levi's hemdje. Hoe ga ik dit allemaal netjes opvouwen? Oké, dan is dit hoe breed alle t-shirts moeten worden. Dan heb ik een paar jurkjes. Die heb ik niet zo heel vaak aan. Maar die mogen wel blijven. Konijnenjurk. Dit is echt een kreng om op te vouwen. Dit is een wikkeljurk. Heel synthetisch, dus ik zou hem niet opnieuw kopen. Maar hij is wel echt super leuk. Hij is donkergroen met witte stipjes. Het zou wel leuk zijn om zo'n wikkeljurk te maken van iets van katoen of zo. Zo. Groene jurk. Dan heb ik hier. Dit is een nepje bij de jurk. Die heb ik al best wel lang. Die heb ik ook niet zo vaak aan. Maar er is natuurlijk ook al een jaar niks om iets leuks naar aan te doen. De vorige keer dat ik dit deed, heb ik alle. Het is natuurlijk al goed uitgezocht. En sindsdien heb ik eigenlijk alleen maar kleren naar mijn werk aan gehad. Deze is echt super leuk. Deze heb ik ooit bij de kringloopwinkel gekocht. Dit is zeg maar een wollen blouse. Van Kjobenhuen. Han Kjobenhuen. Het is een Scandinavisch merk. Ik ga deze even aandoen, want het is hier niet warm. En dan heb ik hier nog een blouse.
Dit vind ik iets voor in de unsure pile. Dus die mag naar boven. Oh, ik heb hier het shirt wat ik aan had toen we ons huis gingen schilderen. De broek met verfvlekken erop ligt in de gangkast. Dus deze gaat er ook heen. Voor de verfcollectie. Hier een heel oud topje met olifantjes erop. Dat is ook een zomerding. Het is ook een crop top, maar die past heel goed op zo'n rokje. Dan heb ik hier een t-shirt met een kat erop. En ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb soms vind ik t-shirts met opdruk. Wacht, hier ligt de rest. Dit zijn allemaal bandshirts. Heel leuk. En soms niet. En ik denk dat ik om mijn kast een beetje georganiseerd te houden, even een onderscheid in maak. Want ik ga ze niet wegdoen. Want dat is iets waar je, weet ik veel, van de zomer als je naar een festival gaat, dan weer spijt van hebt. Dus alle bandshirts mogen hier bij elkaar. Die zijn op zich best netjes opgebouwen. Zo. Misschien dat die samen met de zomerkleding onderste stapeltje kunnen worden. Dan heb ik hier spijkerrokje. Ik heb toen op een gegeven moment een Levi's rokje. Ik dacht, ik investeer gewoon in een goed rokje. En dat was geen verkeerd idee. Dit vind ik niet per se een zomerkleding. Stuk met een panty eronder kun je die ook in de winter aan. Dan heb ik hier een wikkelbroek. Die zal ik jullie een keer laten zien terwijl ik hem aan heb. Want als ik hem nu ga uitvouwen, begrijp je er niks van. Ook de categorie zomer. Zomer. Dan heb ik hier mijn blauwe ribbroek. Van het merk Lois. Ik vind het hele fijne broeken van Lois. Ze zitten lekker. Ze passen mooi, zeg maar. Ik denk dat het rokje gewoon tussen de broeken mag. Oh ja. Dit is een legging die ik ooit ergens op het internet heb gekocht. Ook erg synthetisch. Zou ik nu ook niet meer doen. Maar nu wil je hoe zit op, hè? Dit zit ook op de broekenstapel. Dan heb ik hier nog een band t-shirt. Ja, deze heeft ook een soort van opdruk, maar niet zo agressief. Hier ligt het hemdje. Bloemetjes shirt, die heb ik echt al lang niet aangehad. Maar het ding is, ik heb dus allemaal leggings met bloemetjes. En dan ga je niet per se een bloemetjes shirt op aan doen. Want mijn enige spijkerbroek is dus laatst gesneuveld. Ik moet nog iets smaller. Het is wel grappig, dat is een van de eerste dingen die ik heb gemaakt toen ik zelf kleding ging maken. Zo kunt zien wat je toen niet helemaal soepel hebt gedaan. Dan, dit is een wit t-shirt met een zonnetje en een maantje erop. Maar die vind ik dan wel weer leuk. Ik heb gewoon soms een bandshirt fase. Een zwarte broek bandshirt fase. En soms een, weet ik veel, boho aardevrouw fase. Dan heb ik hier, dit is zo'n fietsbroekje, zo'n kort leggingje. Die is voor onder zomerkleding. Die zou ik op zich zelf ook gemaakt kunnen hebben. Dat was misschien chiller geweest. Dan heb ik hier de andere legging. Waarom zit die opgevold in de kast?
Er zit ook kattenhaar op, dus die mag in de was. Ruitjeslegging. Hij is iets te kort, maar hij kan best prima. Het is ook wel grappig dat in de legging journey, want dit is de eerste die ik heb gemaakt. Toen heb ik deze gemaakt. Wat hebben we dan nog meer? Toen heb ik, die zit in de was, een zwarte met witte bloempjes. Toen deze, denk ik. Een zwarte met botanische blaadjes. En toen deze. Dat zit steeds beter. Het patroon wordt steeds beter. Dus dat is fijn. Groene glibber legging. Dit is van die travel jersey. En dat zit wel echt heel lekker. Maar het is ook synthetisch. En er komen heel snel haaltjes aan. Ik heb nog twee stofjes liggen om een legging van te maken. Dus. Want deze. Ik heb zeg maar uiteindelijk het patroon nog wijder gemaakt aan de onderkant dan dat deze is. En ik heb hem langer gemaakt en hoger. Deze misschien iets te lang. Want die loopt een beetje kapot aan de onderkant. Maar ik vind het ook wel wat hebben. Een te lange broek aesthetic. Zeker omdat ik heb hele lange benen. Dus ik heb nooit per ongeluk een te lange broek gehad in mijn leven. Dus het is gewoon een experience, jongens. Dit is Sean's voormalige loungebroek. Wil ik die? Ja, ik heb genoeg pyjama broeken eigenlijk. Maar soms denk ik dat hij hem wil houden. En dan heb ik hier nog een jurkje. Deze had ik aan op mijn afstuderen. Ik ben niet meer van de echt korte jurkjes. Maar ik vind het wel een heel leuk jurkje. Dus hij mag wel blijven doen. Die heb ik ooit, vroeger, lang geleden, in de uitverkoop bij de Zara, ja, bij de Zara gekocht. Daar heb ik echt al honderd jaar niks gekocht. Dan heb ik hier nog een rok. Ik denk, wacht, ik ga deze rok, deze is echt leuk. Die zit zeg maar strak in je taille en dan loopt die uit en hij heeft zakken. Deze en het spijkerrokje op de jurkenstapel doen. Dan heb ik hier nog een vestje. Die moet ook eigenlijk even in de was. Zo. Dus. We hebben een stapel broeken. Voornamelijk leggings. Een stapel t-shirts. Er zitten er ook nog denk ik één of twee in de was. En ik heb een t-shirt aan. Zoals je ziet. Maar hier zit ook echt. Kun je dat zo zien? Ja. Mega veel gaten in. Dus ja, het is tijd voor een nieuw t-shirt. Ik ben bezig met het patroon. En dan heb ik hier een stapel jurken en rokjes. Een stapel zomerkleren. En een stapel met graphic tees. Dus niet echt aan heb op dit moment. Dus dan doen we de zomerkleren op die t-shirts. Dan heb ik vier stapeltjes. Er zitten vier planken in de kast. Dus dat komt helemaal mooi uit. Jullie zien wel hoe het hier in huis verdeeld is, hè? Dat is duidelijk een tweederde voor John. Wat niet raar is, want al mijn truien hangen dus ergens anders.
hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, doe dan even een duimpje omhoog en laat het weten in de comments. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. En dan zie ik jullie morgen in een volgende video. Doei!